Het 90ste feest van de Oranje Vereniging. En dat is om de 5 jaar. En dan worden alle huizen versierd. Elke buurtvereniging heeft een thema. We hebben 5 buurtverenigingen hier. Another day, another drive. Laat het los, laat het gaan. Het roept om, ja dat moet. Laat het los, laat het gaan. En die doen allemaal hun uiterste best natuurlijk om de straten te verlichten en een feest te organiseren. Iedereen organiseert een avond een feest. Dat is vrij toegankelijk voor iedereen. En dan hebben we op het eind een groot eindfeest op het veld in het midden. En dat is dan voor iedereen. Dus dan kan iedereen lekker ontspannen en zijn feestje vieren. We hebben hier 5 buurtverenigingen. Lang mee bezig geweest? Wat was het onderwerp hier dan? 3 weken. Val mee, hè? En verder zitten ze hier allemaal op een rij en het begint hier met Vinkenesje, dat zijn wij. Dat is de Merwededijk en het eerste stuk, nog niet tot de middelvaart. En dan gaat hij door naar het Oranjedorp. Ja. En dan komt het centrum, de driesprong en het lage eind. Welke onderwerpen hebben jullie gekozen? Wij hebben voor de verlichting gekozen voor het onderwerp tijdschriften. Als je verderop in de straat komt bij Oranjedorp hebben ze hele mooie Disneyhuizen. Nog weer verder hebben ze water als thema. Dan kom je in een hele kunstwereld. Bij de driesprong en bij het lage eind hebben ze 1001 nachten. We zijn hier dinsdag tot en met vrijdag kindermiddagen bijvoorbeeld. En elke buurtvereniging organiseert dus 's avonds een feest. En vaak 's middags ook een kindermiddag voor de kinderen uit school. En er zijn ook seniorenmiddagen en zo. Daar weet Anko vast alles van. Ja. Ja, een woensdag dan is een seniorenmiddag in het OVO-gebouw. En dan treden er lokale muzikanten op voor de bejaarde mensen. Dan komt iemand over Oud-Ouwendijk vertellen. En dan halen we de mensen op in Woudrichem en waar ze opgehaald willen worden, ze opgeven. En dan brengen we ze daar naartoe en dan hebben ze een leuke middag. En dan worden ze ook even door de straten rondgereden. Dat ze kunnen kijken overal bij de versieringen. Want ja, die mensen die komen natuurlijk ook niet overal meer. En vanmiddag hadden we de zeskamp. Die hebben we en talentenjacht is de laatste avond. Dus voor het feest losgaat, dan hebben we een talentenshow en dan levert ook elke buurtvereniging een paar talentjes aan. En die zeskamp, wat hield die in? 6 spellen, sportief, maar vooral heel grappig. Dus voetballen in van die bubbels en katapulten met waterballonnen die de tegenpartij dan moet vangen. En dat soort idiote dingen. Okay. Wij zijn laatste geworden. Nee, je moet zeggen, we zijn 5. Vijfde geworden.